Speel je niet meer met je speelgoed of zijn je kleren te klein? Weggooien is zonde. Je kan het naar een speciale winkel brengen. De kringloopwinkel. Iemand anders kan het dan weer kopen. En zo maak je iemand blij met jouw spullen. Annelies en Jasper werken in zo'n winkel en worden heel vrolijk van jouw oude spullen. Ik ben 7 jaar, ik heet Kimora en ik kom hier om een beeldje voor mama te kopen. Want ik vind haar heel erg lief en ik wil haar graag iets geven. Hoi, kan ik jou ergens mee helpen? Ik ben op zoek naar een beeldje. Wat voor beeldje? Dat weet ik nog niet. Voor wie moet het beeldje zijn? Mama. Voor je ma, oké. Ze wil al heel lang een beeldje hebben. Waarom dan een beeldje? Omdat ik haar heel lief vind en ze houdt van beeldjes. Ze heeft er ook al heel veel. Wat voor beeldjes heeft ze bijvoorbeeld al? Ze heeft heel veel verschillende. Zoals? Zoals ze heeft een engel. En ook een veetje. Een veetje? Ja. Oh. En het moet daar gewoon een beetje bij passen? Ja. En heb je al iets gezien waarvan je denkt, nou, dat moet het worden? Of? Nee. Oké. Deze past er niet tussen? Nee. Nee? Waarom niet? Hij ziet er wel heel grappig uit. Maar dat past er helemaal niet bij. Dan denk ik dat we eventjes naar boven moeten, want daar staan meer beeldjes. Zullen we daar even checken? Ja. Waar heeft je moeder al die beeldjes staan eigenlijk? In thuis. Ja? In... En waar staan ze dan thuis? Op de vensterbank en de grote tafel. Op de vensterbank en op de grote tafel, oké. Ik heb hier een hele kast vol met beeldjes. Wat vind je ervan? Ik zie een heel leuk beeldje, een olifant. Ja? Deze. Laat eens goed zien. Oh ja. Dit vindt ze denk ik wel leuk. Ja? Waarom? Nou, ze houdt heel veel van olifanten. Dat zijn een van haar lievelingsdieren. En ik denk dat ze het leuk vindt gewoon omdat hij heel een leuke hoed heeft. Nou heb ik ook deze. Is dat ook iets waarvan je denkt, nou die zouden wel tussen passen daar op die nee. grote tafel? Waarom niet? Nou, hij ziet een beetje kwaad gezicht. Oké. Het is geen mannen met snorren op de grote tafel bij jullie. Oké. Nou, en... dit? Dit past er gewoon niet zo heel erg bij. Dit past er helemaal niet bij? Nee. Nou, dan zit ik er meteen weer terug. Daar kunnen we dan lang en kort over praten. Maar dat is gewoon eigenlijk absoluut no. Ja. Oké. Ik zie vooral heel veel beren. Ja. En heeft je moeder iets specifiek met beren? Nee. Alleen met olifanten? Een van haar lievelingsdieren is een olifant. Dus daarom dacht ik, ah, een olifant. Ja, ik geloof dat je eruit bent, of niet? Ja. Ja? Moet dit hem worden? Ja, dit moet hem worden. Ja? Mag je hem eventjes daarop zetten? Loop ik even om? Ze vindt ze ook heel erg leuk. Niet een schilderij, want dat heeft ze niet. En ik denk niet dat ze dat zo leuk vindt, schilderijen. En beeldjes doet ze heel vaak mee en ze verzamelt ze ook. Is dat 75 cent, alsjeblieft? Perfect. Dan zijn we rond. Heb ik hier een bonnetje. Alsjeblieft, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.